weer de jaarlijkse open dag van de training hobbyclub Almelo. Dat is eenmaal in het jaar, dan hebben we open huis, gratis intree. En ja, we hebben hier een grote modelbaan in HO. Die is opgezet in de loop van ongeveer 30 jaar zitten we hier op deze locatie. Op dit moment hebben we ongeveer 30 leden uit Almelo en de verre omgeving. Het verste lid wat wegkomt momenteel is onze penningmeester, die woont in Hogeveen. En een ander lid in Enschede en Glaanderbrug een aantal. Dus ze komen echt buiten Almelo komen ze ook. In totaal hebben we 30 leden. Waarvan zo ruim 20 leden die wat bijna iedere woensdagavond op onze clubavond komen. Ik ben zelf momenteel bezig met dit stuk van het station, met de bovenleiding. En met de bedding, de perron en dergelijke. En zo hebben de verschillende mensen, of één of met meerdere mensen, een bepaalde hoek waar ze bezig zijn. De ruimte is niet al te groot, dus je kunt ook niet met 30 mensen hier tegelijk op zolder zijn. Dat zou niet kunnen. Nou, verder is het een heel gezellige club. We zijn er zelf, ben ik er ongeveer 10 jaar bij nu. En de baan is eigenlijk van oorsprong een Duits gebied, Malfsveld. En dat is zoveel mogelijk op schaal nagebouwd, op verschillende stukken. Dit is Altmorschen dan, daar zijn we nu de laatste paar jaar al mee bezig. Malfsveld Oost, dat is ook het grootste gedeelte. Nou, in totaal rijden er behoorlijk wat treinen. Op de ene baan rijden er handmatig gestuurd ongeveer 4-5 treinen momenteel, zoals nu vandaag. Met machinisten die wat allemaal met de handregelaar moeten regelen. Op de buitenbaan rijden ook een aantal treinen, maar die worden allemaal met de computer gestuurd. Meestal ieder jaar wel dat we naar het gebied naartoe gaan waar dus deze baan elk in werkelijkheid is. En iedere keer kijken hoeveel dat er afgekalverd is, want daar blijft niks meer over van het oude gedeelte wat er ook in de 50 en 60 jaren was. Het wordt allemaal aangepast in de nieuwe spel. Ja, we waren wel een stukje geschiedenis, alleen op een kleine schaal. Ja. En voor sommige mensen die daar regelmatig naartoe gaan, minstens één keer in het jaar, en sommigen die komen er al vaker dan één keer in het jaar, we zeggen wel soms, we gaan weer op bedevaart.